In het Slands Hospitaal wordt vanaf morgen het werk hervat. Het voorstel van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid is tijdens de vandaag gehouden algemene ledenvergadering goedgekeurd. Dit laat bondsvoorzitter Imro Edam weten. De minister heeft voorgesteld om de afkoop van de verpleegkundigen te verhogen naar 6.000 Surinaamse dollar. Hoewel een voorstel van de bond hoger lag, is er toch een compromis bereikt. De minister heeft een bepaald voorstel gedaan, wat vanuit zijn zeggen vanuit de regering komt. En kijk, wij kennen onze verantwoordelijkheden ook, hoor. Dat moet gezegd worden. Op basis daarvan heb ik gezegd, wij hadden toen gevraagd minimaal 8.000. Maar aangezien de onderbouwing van de minister en wat mijn oog gedaan heeft naar de overige ziekenhuizen, dan we zeggen, oké, dan gaan we akkoord met die 6.000. Tot nu toe is de actie wel opgeschort. Alleen hebben de mensen ook gevraagd, want vanaf 7 uur morgen zijn ze wel bezig geweest. Ze zijn bezweten, die mensen waren echt, de gemoederen waren echt verhit. Heb ik ze toen gezegd, ga helpen op de afdeling. En voor degene, dan mogen jullie voor vandaag naar huis gaan, nu. Omdat een aantal van de mensen bezweten zijn. Maar zorg ervoor dat alles normaal draait. En morgen is het normaal weer. En maandag pakt ieder het weer op. De afspraak is ten aanzien van de afkoopregeling. Men heeft gevraagd, zeg van, jullie hebben wel vakantiegeld. Dus men heeft gevraagd voor augustus, midden augustus. De gemoederen waren behoorlijk verhit onder de verpleegkundigen van de zorginstelling. Op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid lieten zij hun ontevredenheid massaal horen. Zij eisten een onmiddellijke oplossing voor de kwestie die al geruime tijd speelt. Eisen van de minister dat hij ons, dat wat de bondsvoorzitter heeft aangevraagd voor ons, dat hij het zal nakomen. En wat is dat? Een bedrag van 8.000, afkoopregeling. En we moeten zieke mensen komen verplegen, terwijl we niet genoeg te eten hebben. Onze huishouding niet in orde zijn. We zijn moe! Dit is in ieder geval in Europa, dit is schoeisel, niks kunnen we kopen. We zijn moe! Elke maand leven we in onzekerheid als we uitbetaald worden. We zijn moe! Door de actie van de verpleegkundigen draaide het ziekenhuis op minimale bezetting. Veel patiënten zijn de toegang geweigerd en enkelen zijn naar huis teruggestuurd. De afdelingen werden gedraaid door studentverpleegkundigen en afdelingshoofden. Alleen CITO-gevallen werden behandeld en of opgenomen. Bondsvoorzitter Edam geeft aan dat de situatie onhoudbaar was geworden voor de verpleegkundigen. Kijk, mensen komen werken, maar die mensen verdienen ook geen bom hoor. Want we hebben vandaag een strijd geleverd, maar we zijn nog niet klaar. Omdat ik zeg, de zorg moet een andere bezoldiging krijgen. En daar sta ik 100.000 erachter. De zorg die moet beter gewaardeerd worden. De minister heeft gesproken over een platform. Ik juich dat toe. Maar ik denk dat de voorzitter van de zorg anders en heel ver moet gaan denken nu. Zodat we de zorg ook van nu een duurzame oplossing kunnen gaan. Want het is lastig voor de zorg dat we elke keer voor kleine wisselwassen moeten gaan strijden. Omdat, of u mij vraagt, is ten aanzien van de bezoldiging van de zorg op niets. Ook de vervoerstoelage van de verpleegkundigen moet opnieuw besproken worden. Zij verwachten uiterlijk volgende week een antwoord van de gezondheidsminister hierop.